CBN Prime Alert van donderdag 15 september 2016. Uw aandacht voor de headlines. Binda, regering erg vaag over financiering projecten. NPS-voorzitter, regering moet een DNA-presentatie houden, niet in paleis. Bij afsluiting, verkeersveiligheidsman, toch doden gevallen. Eerste verkeersdode Nikeri is bromfietser. Plaatsen van drempels nabij scholen, thans prioriteit voor openbare werken. Hart- en vaataandoeningen maken steeds meer slachtoffers. Regering houdt nog steeds presentaties. C47 teleurgesteld in handeling per misser. NPS sluit vakantieactiviteiten voor de jeugd af. En tweede verdachte inbraak bar restaurant ingesloten. De ACMOS onder voorzitterschap van Sham Binda heeft ook de presentaties van de regering bijgewoond. Binda die heeft er tal van kanttekeningen geplaatst en belangrijk voor hem is geweest de financiering van de projecten en ook of deze projecten allemaal uitgevoerd zullen worden of niet. Wat volgens Binda erg vaag is geweest en waarop er ook heel vaag antwoord is gegeven, is de financiering van al deze projecten, welke opgesomd zijn geworden door de regering bij de presentatie. We voeren u naar ACMOS-voorzitter Sham Binda in een eerste deel, waar hij toch wel ingaat op de vele kanttekeningen welke hij geplaatst heeft tijdens de presentatie van de regering over de korte en lange termijn projecten welke met de gelden van de Islamic Development Bank, en dan moet het gaan op een bedrag van 1,8 miljard Amerikaanse dollar, allemaal uitgevoerd en gefinancierd zullen worden. Sham Binda, voorzitter van de ACMOS. De ACMOS en andere bedrijfsorganisaties is ook deelgenoot geweest van de presentaties van de regering, oftewel consultaties, welke thans gehouden worden met plusminus 30 maatschappelijke groeperingen. De ACMOS is er ook aanwezig geweest. Wat vond u ten eerste van de presentatie? Nou, er zijn 3 presentaties geweest. Ik mag zeggen, de presentaties waren, wat het presenteren betreft, zijn ze wel redelijk goed geweest. Alleen natuurlijk het inhoudelijke van die presentaties, daar hadden wij onze kanttekening om. Er zijn 3 presentaties geweest. Er is een presentatie geweest betreffende investeur. En er is eentje geweest voor de procurement unit, die er opgericht zal worden. En er is een presentatie geweest van meneer Hoefdraad van de Centrale Bank. Dat zijn de 3 presentaties geweest. Heeft u kanttekeningen geplaatst? Ja, ik heb veel kanttekeningen geplaatst. Ik ben altijd kritisch. Maar als ik naar een onderhandeling ga of een informatiebijeenkomst, wil ik toch het fijner ervan weten. Omdat het niet gaat om het luisteren, maar je moet goed luisteren. En natuurlijk wat je niet begreep, moet je ook eerlijk de vragen stellen. Ik heb op een gegeven moment gesproken. En meneer, ik moet even zijn naam, meneer Reinhold Simons, die heeft het stuk behandeld van Investuur. Investuur, u begrijpt dat het geen nieuw ding is. Investuur is geïnitieerd in 1996. Het concept, er was een conceptstatuut al 1996. En langzamerhand is het doorgegaan en uiteindelijk is er weer een ronde gekomen, dacht ik, in 2001 of zo. Maar in elk geval, Investuur, het idee, de omleidingen ervan en alles inhoudelijk, dat is al 20 jaar oud. En er is nooit echt genoegzaam invulling aangegeven. En er is een presentatie gehouden hoe men denkt er invulling aan te gaan geven. En de directeur van het planbureau is meneer Reinhold Simons. Die gaat zich daarmee bezighouden. En ze zijn al een tijdje mee bezig. Dus ze zijn nu bezig om de zaak eigenlijk door door de verschillende instanties, staatsraad enzovoort, laten goedkeuren. Maar het houdt in elk geval in dat men dus faciliteiten gaat creëren om de investeringen aan te scherpen. Men gaat proberen dus
investeerders te mobiliseren om naar Suriname te komen. Men gaat ook proberen natuurlijk regelgeving te maken waarbij dus we denken aan tax incentives, dus belastingvrijheden. En dat soort zaken dat zo'n investeerder het aangenaam ervaart om hier te komen investeren. Daarnaast gaat men ook een mogelijkheid creëren van een one window. Dat was ook een one window stop waarbij de investeerder zo investeert op een makkelijker manier, zijn stukken kan indienen. En daaruit wordt er weer een selectie gemaakt. Dan heb je weer mensen dus die A1-behandeling krijgen. En die A1-behandeling betekent dat afhankelijk van het plan en de investering, dat de mensen in feite de makkelijkere toegang krijgen. Dat men bepaalde zaken, zoals u weet, de commissaris moet ook toestemming geven, BOG, al die subdiensten die erbij komen voor de uitvoering, dat je aan bepaalde voorwaarden moet doen, gaat men proberen te reduceren en het proces te vergemakkelijken en te versnellen. Daarna is er dus mogelijkheid dat je ook kan laten certificeren, dus via dat instituut, waardoor je dus ook door het certificeren ook sneller aan de bak komt. Dat is algemeenheid behandeld. Mijn kritische vraag was natuurlijk, waarom denkt u dat investeurs zal slagen? Wat zijn de randvoorwaarden? U weet dat randvoorwaarden zijn politieke stabiliteit, economische voorspelbaarheid. Dat zijn de randvoorwaarden die ik bedoel. En natuurlijk ook, waarom zouden investeerders geïnteresseerd zijn in Suriname? Dus die studie moet gemaakt worden, want je kan niet komen met een instituut, want u weet, we hebben in de tijd gehad Centrum Index, wat uitgelopen is tot het stelen van plannen van mensen, tot grote corruptieschandalen binnen Centrum Index Suriname, die we hadden in de tijd. Nu hebben we de IDCS, waar meneer Caldera de scepter zwaait, en die is ook zo'n instituut die ook investeerders zou moeten aantrekken en kapitaal zou moeten, identificeren. Maar er is niks van terechtgekomen. Dus ik stelde de kritische vraag, waarom denkt u dat dit wel gaat lukken in deze moeilijke tijd? En u kreeg daar antwoord? Nou, er is genoegzaam geantwoord. Er waren geen concrete antwoorden nog, maar ze nemen het mee als opmerkingen. En natuurlijk op de volgende ronde zullen we onze antwoorden krijgen daarover. Daarna hebben we dus de presentatie gehad van meneer Lothar Boksteen. En dat ging over de Procurement Operating Unit, in het kort afgekort PCU. En de PCU gaat eigenlijk gaan om te kijken om de koersontwikkelingen te beïnvloeden. Met name, we kregen een lening van de ISDB, dat is Islamic Development Bank. En die leningen zullen zijn bedragen van gesmeerd over 2 jaren. En de PCU gaat eigenlijk gaan om te kijken om de koersontwikkelingen te beïnvloeden. Met name, we kregen een lening van de ISDB, dat is en die leningen, Islamic Development Bank, zullen zijn bedragen van 2 jaren. Elke van gesmeerd over 2 jaar. En de PCU gaat eigenlijk gaan om te kijken om de koersontwikkelingen te beïnvloeden. Met name, we kregen een lening van de ISDB, dat is en die leningen, het zal gecoördineerd worden door handel en industrie, zoals het is gezegd aan ons. De mensen zullen dus daar hun offertes moeten aandienen. En ze kunnen dus de offertes in SRD's doen, want met dat geld zorgt het ministerie wel dat de overmaking in US dollars. Dus de mensen hoeven niet op jacht te gaan naar US dollars, maar dat is een investering. Maar er zijn wel wat, er zijn wat voorwaarden aan. Dat betekent dat het ministerie van Handel en Industrie gaat zorgen voor de prijsvaststelling. Mijn kritische vraag was er, van de wet noemt op 10-15%. Maar in elk geval met een inflatie, een hyperinflatie van boven de 70%, is het moeilijk om op 10-15% winst te gaan werken. Dat ze dat ook meenemen. En daarnaast komen de distributiekosten, die vrij hoog liggen nu, komen ook erbij. En dat is mijn kanttekening geweest. Maar we moeten kijken hoe het uitwerkt. En als het de juiste bestemmingen haalt. Want ik heb het ook gezegd, we hebben vroeger ook een Kalpol-minister gehad. Waarbij er ook met duurverdiend geld zaken naar binnen zijn gehaald in Suriname. En ze hebben plotseling alle medicamenten zijn over de grenzen weggesmokkeld. Door bewindsvoerders.
En dat moet dit keer het geval niet zijn, want ik heb ook aangehaald. Kijk, het is mooi om leningen te krijgen, maar als je die goederen binnen hebt, vertrekken ze over onze grenzen. En we hebben vrij grote, een groot grondgebied en open grenzen. En nu weet je, de mensen zijn erg vernuftig. Dus we moeten oppassen dat diezelfde gelden voor benzine en smeermiddelen en alles niet over de grenzen plotseling vertrekken, de goederen. En hoe gaat u dat allemaal controleren? Dus dat heb ik zelfs advies meegegeven, dat men ook een controlemechanisme moet maken. Hoe ga je dat allemaal controleren? Hoe wordt het geadministreerd? Hoe transparant gaat het zijn, zodat de buitenwacht, wij als die uitgenodigd zijn, ook in kunnen kijken of mee kunnen kijken? Of in bepaalde van die commissies of controlemechanismen ook zitting kunnen nemen. Dat is dus onze opmerking geweest. Er is ook gesproken over de ISDB. Er is een workprogram van 2017 tot 2019. En daar praten ze dan over het bedrag van 1,8 miljard. Dus het is eigenlijk 1,779 miljoen. Maar afgerond 1,8 miljard die geleend gaat worden. En daarin gaat men dus als volgt zetten: infrastructuur. Je hebt vijf categorieën waarin men het geld gaat verdelen. Infrastructuur, social sector development. Je hebt de agriculture, dat is landbouw dus. Mm-hmm. En dan hebben ze de, ik spreek even, capacity development en trade and competitiveness. Dus uitgesmeerd wordt het bedrag dus daarin geïnvesteerd. Maar als u kijkt naar bijvoorbeeld dat men in infrastructuur bijna 822 miljoen dollar gaat steken en die trade and competitiveness 700 zoveel miljoen, en men heeft me niet precies kunnen uitleggen wat die trade and competitiveness inhield. Maar als u kijkt dat men in de landbouwsector maar 95 miljoen zet, dan zeg ik, wat heeft de voorkeur? Want ze wil de Suriname toch tot een voedselscheur maken. En daar heb je eigenlijk de productie. Dus de productie zou daar aangezwengeld moeten worden om die verdiencapaciteit te vergroten. En de andere zaken zoals infrastructuur, die zijn allemaal reparatiekosten. Van bruggen, wegen, noemt u maar op. Communicatieverbindingen, al dat soort zaken. Het is natuurlijk belangrijk om die mogelijke productie te accommoderen. Maar het punt is, als je die productie niet hebt, wat ga je met die wegen doen? Je moet eerst proberen de productie op gang te krijgen en dan systematisch naar behoefte in dat soort zaken te gaan investeren. Want de vraag is ook geweest van, hoe zijn jullie aan die indeling gekomen? Wat voor criteria is er gebruikt om aan die indeling te komen? En dat kan men niet specifiek zeggen, hoe die criteria, hoe dat allemaal verdeeld is geworden. Daarnaast heeft men ook aangegeven dat er reeds voor aan projecten een totaal van 513,8 miljoen geïdentificeerd is. Er zijn al ready-to-go projecten. Dat zijn vroegere aanvragen die bij het ministerie grotendeels, het ministerie van Openbare Werken en Verkeer zitten. En die ready-to-go projecten zijn er dus tender-ready projecten. Die zijn 126,52 miljoen. En dan heb je dus design ready is 45,28 miljoen. En dan hebben ze dus eigenlijk nog concepten, design en project ready. Projecten van 342 miljoen. En dan hebben ze, dus dat brengt het totaal op 513,8 miljoen. En ze hebben in de vluchtigheid heeft men de projecten althans genoemd en gewezen op een slide. Maar dat ging erg vlug. En men heeft aangegeven van dit zijn de projecten met bedragen erbij gekoppeld. En gegeven blik heb ik in de snelheid, ik ben iemand, ik hou niet van verrassingen. En ik heb in de snelheid dus één van de projecten snel aantekening gemaakt. En ik kwam tot een schrikbarende ontdekking. Want het ging over 6 bruggen van 35 meter lang, elk brug 35 meter, ergens in de jungle van krieken of dingen die ik niet ken. Althans, ik ben vrij goed bekend met de jungle dat ik de plaatsen niet ken. Maar er zijn bruggen van 35, identieke bruggen van 35 meter, 6 bruggen. En er is daarvoor begroot $16 miljoen. En dat is een gigantisch bedrag. Want als ik die 16 miljoen deel door 6, dan kom ik al dat het per brug $2.66 miljoen zal kosten. Per brug, $2.66, een brug van 35 meter. En waarvan het is gemaakt, weet ik niet. Maar ook al zou het van het beste materiaal gemaakt worden, is het nog te duur. Want ik heb dat bedrag vermenigvuldigd, maar de koers van 8. En dan praten we over iets van 21 punt zoveel miljoen SRD's.
En als je die 21,7 miljoen SED's deelt door 35 meter, dan kom je heel makkelijk tot de conclusie dat het per meter zo'n brug 600.000 SED gaat kosten. Wat, ik bedoel, ik vroeg me af, is het een gouden brug? Ja. Maar dit zijn namelijk, om eigenlijk daarmee een voorbeeld te geven, men kon me geen antwoord geven en men zei, ja, u moet zich niet focussen op de bedragen, want de bedragen moeten hergecalculeerd worden. Maar ik zeg in godsnaam, als je een presentatie houdt en je hebt, ze hebben gezegd, ze hebben projecten geselecteerd, dan neem ik aan dat men is gaan narekenen en berekenen en ook gaan selecteren aan de hand van hoe dringend heb je die bruggen nodig of de zaken die opgenoemd zijn, hoe noodzakelijk zijn ze op dit moment? Want op dit moment is de noodzaak dat wij onze verdiencapaciteit gaan vergroten. Dus je moet meer in de productiesector geld gaan stoppen en beschikken. Maar men begint met dit soort zaken. En als ik kijk naar de tijd, misschien waar deze projecten zijn ingediend, dat hebben we ook geen zicht over. Maar u begrijpt, we hebben een tijd gehad dat het ministerie van OWNV, althans een veelbesproken ministerie was, waar de corruptie op hoge schaal was. En vandaar dat ik mijn twijfels heb over deze projecten. Althans met het één voorbeeld dat ik er iets heb gehad. Ik heb de andere projecten niet kunnen aantekenen. Maar ik wil wel klaarheid hebben daarin. Want het is belangrijk dat we weten van hoe geschikt zijn die projecten nog voor dit bedrag. Althans wat er genoemd is. Omdat we deze lening, er moet niet gestrooid worden. In het verleden weten wij dat mensen rijk zijn geworden door dit soort inschrijvingen en projecten die aan vrienden gegund zijn. En men is niet gaan kijken naar de laatst biedende met de beste kwaliteit. Men heeft gekeken of onder wiens naam komt dat project voor. We zijn bekend en het geldt niet alleen voor deze regering, ook de vorige regering. We kennen natuurlijk de cases Balissa en al dat soort zaken die zich hebben gemanifesteerd in Suriname. Dus vandaar dat wij dus met argus ogen kijken naar invullingen van deze bedragen. En natuurlijk de vraag dit ook beantwoord is gebleven is van meneer, hoe gaan wij deze schulden terugbetalen? En ik heb ook gevraagd, wat gaat die 1,8 miljard aan rente moeten betalen? En de governor zei, de rente zijn vrij laag, is 1, zoveel procent tot 3, zoveel procent per jaar. Of, dat weet ik niet precies, hij heeft het vluchtig gezegd. Ik neem aan dat ze na de opmerkingen van ons waarschijnlijk misschien met een vergrootglas naar zaken gaan kijken. Althans, als ik een offerte aan iemand vraag, kijken met een vergrootglas naar. En vooral als het zoveel geld gemoeid gaat. Want de gemeenschap gaat het uiteindelijk terug moeten betalen. De Nationale Partij Suriname, de NPS, heeft besloten om niet in te gaan op de uitnodiging van de regering voor het bijwonen van de presentatie van investeringsprojecten. De politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de Nationale Assemblée zijn uitgenodigd voor de presentatie van de projecten. De NPS was uitgenodigd voor vrijdag, maar heeft schriftelijk afgezegd. TBN Prime Alert sprak met NPS-voorzitter Gregory Rusland hierover. NPS-voorzitter Gregory Rusland, we hebben gezien dat de NPS een persbericht de deur heeft doen uitgaan, dat men niet zal ingaan op de uitnodiging welke komt vanuit de regering voor een presentatie. Waarom zal de NPS dat niet bijwonen? Nou, we hebben er lang over nagedacht, omdat de president ons heeft laten uitnodigen voor presentaties met betrekking tot projecten in het kader van het herstel- en stabilisatieplan van de regering. U moet weten dat wij in de afgelopen, ik denk zo'n maand, twee maanden geleden, in de Nationale Assemblée deze issue hadden ter behandeling. En wij zijn natuurlijk daar totaal ontevreden over, omdat we hebben gezien dat wij als oppositionele partij onze opmerkingen hebben geprobeerd te plaatsen op een zeer correcte manier. Maar dat daarbij je hebt gemerkt dat men heeft gemeend om ons aan te vallen in de staatsmedia. Met opmerkingen als wij niet weten waarover wij praten en dergelijke. Terwijl men bliksems goed weet dat we gelijk hebben. We hebben onze opmerkingen gemaakt omdat we echt wel ons bezorgd maken
dat de regering ons in een positie brengt dat er nog meer schulden gecreëerd worden waarvoor we niets terug zullen zien. Het concrete voorbeeld waarover ik het heb is dat ik ter discussie had gesteld de investering die men wilde plegen voor 1,2 miljard Surinaamse dollars om kokos en cacao te gaan planten in de komende 2 tot 3 jaar, waarbij ik heb aangetoond dat het onmogelijk is. Om de mensen die het niet begrijpen, want er zijn mensen die mij zwaar hebben aangevallen. Ik weet niet of de mensen ooit al landbouw hebben gedaan of wat ze ooit hebben gedaan in hun leven wat betreft een productieactiviteiten dan alleen maar in de Nationale Assemblee te zitten. Maar ik heb ze proberen aan te geven dat de SML in de bloei van haar periode ongeveer 5000 hectare rijst of paddy had geplant in de tijden dat het toch wel redelijk goed ging. In de jaren 2000-2010 hadden we ongeveer 2000 tot 2700 hectare geplant. En als je langs reed richting Nikeri, zo ver je reed, zie je alleen maar natuurlijk paddyproductie. En ik zeg, en dan moet je dat areaal voorstellen. En wanneer ik dat aanbreng, dat zegt men met wel 5000 hectare kokos en cacao gaan doen. Dan moet je je voorstellen dat het 2 keer zo groot is als dat areaal. Is het realistisch om dergelijke arealen klaar te gaan maken om cacao en kokos te gaan telen? Het is voor de gekhouwerij. Je gaat dat niet kunnen doen. Dat is echt een kwestie van tientallen jaren dat je gaat moeten investeren om dat te doen. En mijn zorg nogmaals is dat als je zegt dat je het gaat doen in een periode van 2 tot 3 jaar, dat na die periode het geld op is en geen kokos en geen cacao geoogst zou kunnen worden. Wat je erbij hebt is dat het volk dat het al zo moeilijk heeft weer opgezadeld zal zijn met nog meer schulden die we moeten gaan betalen. Op een gegeven moment kunnen we kunnen nu niet eens meer aan. Laat staan dit soort zaken bijkomen. Natuurlijk het model waar ik wel achter sta is dat als je nu nagaat en boeren kan vinden die al bezig zijn met de cacao-cultuur of de kokoscultuur, dat je hun gaat ondersteunen en stimuleren om hun activiteiten verder te gaan opbouwen. Dan kan ik me dat voorstellen, maar dan praten we echt niet over arealen van 5000 hectare. Je hoort allerlei zaken, want daarover is natuurlijk ook nog een probleem mee. Ik ben beschuldigd door de fractieleider van de NDP dat ik hun plannen niet ken. Transparantie. We zagen inderdaad de plannen niet. En men vertelt het in de assemblee, het zijn dingen die zij alleen maar weten. In ieder geval, zo heb je dus een aantal andere zaken. Ik gebruik dit voorbeeld steeds, zodat het gaat doordringen tot de mensen. Maar we kunnen zaken noemen als ziekenhuis, Swanica en dergelijke. Waar je gaat investeren heel veel geld, heel veel miljoenen in een ziekenhuis in Swanica. Terwijl er 2 of 3 ziekenhuizen in Paramaribo zijn. Die enorm veel ondersteuning nodig hebben en dat niet kunnen krijgen. En dan ga je wel je aandacht verspillen. Aan een nieuw ziekenhuis, een nieuw initiatief, waardoor je straks die 3 maar 4 ziekenhuizen hebt die in deplorabele staat verkeren. Nogmaals, dat zijn allemaal zaken die aangehaald zijn. Men heeft demonstratief, met veel machtsvertoon, een stem laten uitbrengen ter goedkeuring van deze plannen van de regering. En natuurlijk bevreemdt het ons als je na 1,5 maand ons komt uitnodigen om naar de plannen te komen luisteren, terwijl de Nationale Assemblee de zaak had moeten worden besproken. En het is al goedgekeurd door de regering. Dus we wachten nu op de uitvoering. Nogmaals, wij hebben de zaak bekeken en we vragen ons af wat het nut van zo'n bezoek zou zijn aan de presentatie van plannen van de regering in dat kader. Ja. Dit is de tweede keer dat u als voorzitter nee zegt tegen een uitnodiging. Kan men u dan straks niet gaan beschuldigen van een annationaal gedrag? Absoluut niet. Wij denken dat als er dergelijke zwaarwichtige zaken zijn die het volk moet weten, dan moet men naar de volksvertegenwoordiging. En de volksvertegenwoordiging is de Nationale Assemblee. Dus wat dat stukje betreft, denk ik dat dat absoluut niet kan. En natuurlijk vind ik dat men ons, al zijn we oppositie, toch wel met een beetje meer respect kan behandelen. Als je in de Nationale Assemblee bezig bent, geef ons de antwoorden. We willen ook een bijdrage leveren. Maar probeer niet ons steeds onze visie, onze zaken die we naar voren brengen, te bagatelliseren en aan te geven dat de coalitie alleen gelijk heeft
En dat men gewoon, wanneer het ze zint, de zaak in stemming brengen. En goedkeuren met veel machtsvertoon. Dat is de positie en het is absoluut niet zo dat wij geen ontwikkeling voorstaan. Wij staan ontwikkeling voor, laat het ook duidelijk zijn. Wij hebben veel laten horen over onze protesten met betrekking tot leningen aangaan hier en daar. Maar als leningen aangegaan worden om duidelijk problemen op te lossen en we ook weten hoe het precies in elkaar zit, dan natuurlijk kunnen wij niet tegen die leningen zijn. Maar als we het gevoel hebben, omdat we ook die traditie kennen van de afgelopen 5 jaar, 2010, 2015, waar Suriname zoveel geld heeft gehad. En het geld is op. De deviezen zijn op. Het goud is op. En men kan ons niet vertellen waar het geld is. Dat was ons geld. En dat we nu wel gaan lenen. En we natuurlijk hetzelfde verwachten. Maar alleen met leningen erbij, dan moeten we onze zorgen hebben. En dan moeten we dat toch wel etaleren, omdat het tijd is dat die regering goed doordrongen is van de situatie waarin ze het land gebracht heeft. En dat we niet verder de diepte in willen zakken. Maakt u zich wel zorgen om het leengedrag van deze regering, gelet op het feit dat de projecten die thans gepresenteerd worden, gefinancierd zullen worden uit gelden van ISDB, 1,8 miljoen miljard Amerikaanse dollar. Onlangs nog heeft de Wereldbank op haar website geplaatst dat de regering gesprekken voert voor een lening van 100 miljoen Amerikaanse dollar. Daarnaast hebben we ook nog de andere leningen en ook nog IMF. Ik moet u zeggen dat ik het gevoel mij bekruipt dat er mensen aan het stuur zijn op dit moment die zeer roekeloos omgaan met de toekomst van ons, van onze kinderen, van onze kleinkinderen. Omdat het natuurlijk heel makkelijk, het lijkt wel leningen experts te zijn geworden. In plaats van dat we de gelden die we al hadden, op een goede manier beheerd hadden, zodat we nergens hoefden te lenen op dit moment, heeft men ons in een bankroete situatie gebracht en wil men nu gaan lenen. Ik maak me ernstig zorgen, nogmaals, ik ben niet bang voor leningen. Als ik precies weet waarvoor die leningen zijn en dat het rendement gaat opleveren. Maar als ik mijn twijfels daarover heb, ben ik tegenstander van leningen. Dat doe je ook in je privéleven. Je gaat geen geld lenen bij de bank om een feest te vieren. Je bent jarig, je wil een grote party geven met vrienden. Dan ga je geld gebruiken wat je toevallig bij je hebt, dat je over hebt van andere activiteiten. Maar je gaat geen geld lenen bij de bank om feest te vieren. Want na dat feest, dan kom je terug en dan heb jij dat geld niet. En dan ga je aan je kinderen en je kleinkinderen zeggen om dat geld te gaan betalen. Dat is onacceptabel en dat is de zorg die wij hebben natuurlijk in de activiteiten, in de zaken die op dit moment gebeuren. Heer Rusland, volgt u ook wel de reacties die daar de presentaties worden gegeven door de verschillende groeperingen die dat wel bijwonen? En we merken dat toch wel rode lijn door de verhalen die de mensen dan meegeven aan de pers, is dat, dat de regering zich toch wel op een vlakte houdt voor wat de projecten aangaan en vooral wat het zal kosten. De regering heeft geen duidelijkheid kunnen geven in de Nationale Assemblée over de projecten. En zoals ik nou de eerste berichten volg van de mensen die wel zijn gegaan, ga ik u eerlijk zeggen dat ik ook geen touwen vast kan knopen. Men kan geen duidelijkheid geven over wat die regering precies wil gaan doen. Ik krijg de indruk dat het meer een kwestie is van tijd kopen om de problemen die vandaag de dag spelen, om het volk af te leiden van die problemen en bezig te houden met zoethoudertjes die uiteindelijk niet zoveel zullen opleveren. Natuurlijk, als Surinamers hopen wij het beste. We hopen echt dat die regering plotseling bright ideas heeft om het land tot ontwikkeling te brengen. Maar we hebben onze ernstige zorgen als we kijken naar hoe wij hier gekomen zijn op dit punt en de manier hoe men de zaken op dit moment aanpakt om uit deze situatie te komen. Ja. Waaraan zou volgens u dan de regering nu prioriteit aan moeten geven? Nou, ik denk dat wat dat stukje betreft, het is een moeilijke zaak. Er zijn uitgaven die gedaan moeten worden door de regering. Er zijn schulden die gemaakt zijn geworden door de regering. De regering moet eerst beginnen te voldoen aan die zaken. En ik denk dat één belangrijk punt is in de hele activiteit, is dat de regering toch wel moet beginnen om een vertrouwenwekkend beleid te voeren.
Vertrouwen is de basis van alles. Als het volk geen vertrouwen heeft in wat die regering zegt, dan zal men proberen om eigen maatregelen te treffen om zichzelf te beschermen. En bijvoorbeeld dat zien we bij onder andere de koersen. Je ziet dat iedereen probeert zijn SRD's om te zetten in US of in euro, omdat men geen vertrouwen heeft dat die munt inderdaad gestabiliseerd kan worden. We hebben een tijdje terug, heb ik aangegeven van, de president geeft aan, hij gaat de koers omlaag brengen. Ik zeg van, president, concentreer je je liever op het stabiliseren van die koers, in plaats van te gaan zeggen dat je die koers omlaag gaat brengen. Want je gaat het niet kunnen. En als je het niet doet, zakt er weer het vertrouwen verder in de leiding van het land. En dat is nu precies wat aan het gebeuren is. Niemand gelooft het wanneer de leiding van het land komt en zegt, we gaan die koers omlaag brengen. Iedereen begint te kijken naar zijn eigen ding. En daardoor komen we in een spiraal terecht, waardoor het niet goed is voor ons land. Nogmaals, wij hopen dat die regering in ieder geval een vertrouwenwekkend beleid begint te voeren, waarbij afspraken afspraken zijn. Niet dat je gaat afspreken met de bond bij EBS, de bond bij SWM, contracten tekenen om dan terug te komen en te zeggen van dat gaat niet door. Het heeft niet gelegen aan die bond, het heeft niet gelegen aan het personeel, het heeft gelegen aan het mismanagement van die regering, waarbij duidelijk is dat er geen goede afstemming is tussen de hoogste leiding van het land, met de minister van NH, met de RVC van die bedrijven, met de directie van die bedrijven, die dagelijks met elkaar in overleg zouden moeten zijn in deze crisissituatie, zodat we dat soort zaken niet krijgen. Wanneer je krijgt dat je afspraken maakt en je komt ze niet na, nogmaals, vertrouwen zakt weg en men denkt van wat is er aan de hand en iedereen gaat zijn eigen weg op, wat natuurlijk meer chaos creëert. En dat kunnen we niet hebben op dit moment. Dank u wel, heer Rusland. Graag gedaan. Een maand na de aankondiging van de verkeersveiligheidsmaand is dat dan vandaag ook afgesloten in aanwezigheid van een aantal genodigden. Wij voeren u naar de verschillende speeches en de rode draad door de verschillende speeches is niets anders geweest dan de nadruk te leggen op gebruikers van de weggebruikers. En dat is namelijk dat men toch wel een heer in het verkeer moet zijn en dat men toch wel moet voorkomen om aanrijdingen te veroorzaken met doden als gevolg. We voeren u vandaag hier waar alle activiteiten hebben plaatsgevonden en dat is dan politiepost Uitvlucht waar het verkeersveiligheidsmand is afgesloten en de vlag is overgedragen aan een andere Lions Service Club. We voeren u naar de activiteit vandaag hier bij politiepost Uitvlucht. En dat is een beroep doen, toch, op elke weggebruiker. Om zich zodanig te gedragen dat hij of zij zichzelf niet in gevaar zet of derde, toch, in gevaar brengt. Want een leven verliezen in het verkeer is even hard of komt soms harder aan dan iemand die door een ziekte of door andere omstandigheden het leven laat. En bij deze doe ik dan ook aan mijn vrienden, want ik ben ook motorrijder, toch? En ik doe ook aan mijn vrienden, ik heb laatst nog een vriend van me moeten begraven, toch? Ik doe een beroep aan mijn mede-motorrijders om zich een beetje anders te gedragen in het verkeer en om daarmee rekening te houden. Toch? En ook aan andere weggebruikers. Toch? Houd er rekening mee als u in het verkeer bent. Als u rijdt, let u goed op. Toch? Vooral op kruisingen. Toch? Omdat wanneer een bromfiets of een motorfiets aankomt, toch? Is de snelheid niet te bepalen. Daarom vraag ik ook aan mijn vrienden die rijden, houd er rekening mee. Want als u aankomt, ziet men u niet aankomen. Toch? En daarmee zou ik willen voorstaan, omdat het mij ook pijn doet om iedere keer weer in een groep te rijden om een vriend naar zijn laatste rustplaats te brengen. Dus bij deze doe ik een beroep uitgaan naar mijn collega motorrijders en naar ook alle andere mensen die voertuigen besturen in het verkeer. Houdt u er rekening mee.
toch, te hard rijden kan fataal zijn. Dank u wel. Dat ik vandaag, één maand na de launch van de verkeersveiligheidsmaand in augustus, dat wij nu staan bij de afsluiting. Een jaarlijks terugkerende activiteit. In het kader daarvan is het gezamenlijk optrekken van publieke en private organisaties van belang. En dat is al eerder bij voorgaande spreker ook aangehaald. Omdat het niet een verantwoordelijkheid is alleen van de politie. Het is ook een verantwoordelijkheid van onze gemeenschap, van organisaties, dat zij daartoe een bijdrage kunnen leveren. Zo moet u dan ook zien onze activiteit als Lions Club Paramaribo Central. Daar staan we ook ten dienste. De club waar de club reeds in de 50e jaren de aanzet had gegeven, is er een herinvoering geweest in 2008. Dan staan we bij de launch van onze 8e verkeersvlag. Dit met als doel onze verantwoordelijkheid te nemen als Lions Club om de gemeenschap te dienen in de vorm van bewustwordingscampagne. De bewustwording moet u dan ook zien, zowel naar de veroorzaker, maar ook naar de slachtoffers van de verkeersongevallen. Met de stand van de vlag geeft dat ook aan een indicatie. Of er een verkeersdode is gevallen. Ook ik doe een beroep op alle weggebruikers om zich te houden aan verkeersregels. Om zich te onthouden van roekeloos onverantwoord gedrag. Om zich niet te begeven op het wegdek zonder een geldig rijbewijs. Maar ook rekening te houden met je reisgenoten, ook als andere weggebruikers. Het leed dat zich bij een voordoet bij een slachtoffer is niet alleen een financieel aspect, maar behelst nog meer ook lichamelijk letsel, geestelijk, onproductieve dagen, kosten die doorgevoerd kunnen worden naar nabestaanden, zelfs soms een levenslange afhankelijkheid. Het is meer dan een ongeval. Er komt nog veel meer bij kijken. En dat kost niet alleen de persoon geld, kost ook het land geld. En als daarvoor wij de verantwoordelijkheid kunnen dragen om bewustwordingscampagne te organiseren, dan zult u de Lions Club aan uw zijde krijgen. Wij complimenteren ook dan het ministerie van Justitie voor dit nobel initiatief. U heeft ons aan uw zijde. We zijn dan ook verantwoordelijk voor onderhoud van de vlaggen. De vlaggenmast, de vlag zelf. En we zeggen dank aan onze donateur Fly Always, die dit totaal beschikbaar heeft gesteld. Ik wil ook dank zeggen aan mijn commissie fellows. Lucas Oof, de chairperson. Maar ook een speciale dank aan onze fellow Roy Heef, die persoonlijk achter dit project zijn krachten heeft gegeven. Dank aan de politie voor het bewaken van de verkeersveiligheid. En ook aan alle weggebruikers wil ik dank zeggen die zich ook bewust zijn en zich houden aan de verkeersregel. Ik dank u. De focus dit jaar was gelegd op de bromfietsers, omdat de statistieken ook aangeven dat zij de grootste groep verkeersdoden zijn. En wel 22 van de 46 van dit jaar. In de verkeersveiligheidsmaand zijn er 7 verkeersdoden gevallen, waarvan 3 bromfietsers. Van hieruit doe ik een beroep op alle weggebruikers om bij het deelnemen aan het verkeer de verkeersregels in acht te nemen. Ze zijn er niet voor niemendal, ze zijn er voor om te zorgen dat we richtig kunnen deelnemen aan het verkeer. Aan de bromfietsers speciaal wil ik doorgeven. Op de site van de politie is er materiaal. Laat je onderrichten. Op die manier ben je ook een beetje bekend bij de verkeersregels. En dat zal er zeker aan toe leiden dat je gedrag zal veranderen. En dat je ook beter kan inspelen, op verkeerssituatie. Omdat je een beetje bekend bent met de regels. En dan weet je ook beter te gedragen op de weg.
Tot slot vraag ik aan alle weggebruikers. Laten we samen zorgen voor een veilig verkeer. Laten we onze verkeersregels in acht nemen. Laten we rekening houden met onze medeweggebruikers. Je hebt voorrang wanneer voorrang jou verleend wordt, ook als je je op de voorrangsweg bevindt. We zijn er, net als alle, wat alle andere sprekers gezegd hebben, we zijn er samen verantwoordelijk voor. Het is niet een instantie die daarvoor moet zorgen, maar wij alle tezamen, omdat wij allemaal deel maken van het verkeer. De 44-jarige bromfietser Ramdat Doetenaat is in het dokter Lakshmi Prasad Mungra streekziekenhuis in het district Nikeri overleden na een aanrijding. Doemdat is maandag met zijn bromfiets tegen de achterband van een truck terechtgekomen. Hij reed over de Scrivimankotti-straat en de truck over de Walter Hivat-straat. Op de kruising van vernoemde straten reed Ramdat door zonder voorrang te verlenen aan het verkeer op de andere weg. Hij kon niet meer uitwijken en kwam tegen de achterband van de truck aan. De bromfietser liep ernstige lichamelijke letsels op en werd per ontboden ambulance afgevoerd naar het streekziekenhuis Nikeri. In de vroege ochtend van 15 september liet Ramdat het leven. Ramdat is de eerste verkeersdode voor dit jaar in het reisdistrict Nikeri. De verkeersbarometer is landelijk gestegen naar 47. Er zijn toch wel een aantal zaken welke zich afspelen in het verkeer. En ook een bepaalde trend welke wij de afgelopen periode toch wel hebben opgemerkt, is dat personen, oftewel ook wel particulieren met of zonder bedrijven, palen slaan en of toch wel houtblokken, steenblokken plaatsen tegen op bermen en op trottoirs om anderen te verhinderen daar te parkeren of gewoon daar hun wagen te keren. We spraken hierover en met enkele andere zaken over het hoofd van de afdeling verkeer. Dat is dan de heer Henk Wip en hij gaat toch wel in op een aantal zaken het verkeer betreffende. Hoofd van het afdeling verkeer van het ministerie van Openbare Werken. Wat heeft nu prioriteit bij u op de afdeling voor wat het verkeer in Suriname aangaat? Momenteel heeft het aanbrengen van zebrapaden naar bij scholen prioriteit. We willen in deze periode, in de vakantieperiode, zoveel mogelijk zebrapaden naar bij scholen aanbrengen. Ten eerste omdat het verkeer wat rustiger is. En ten tweede willen we, voordat de school open gaat, zoveel mogelijk zebrapaden hebben aangebracht naar bij de scholen. Waarom per se in en rondom de scholen? De veiligheid van de voetgangers. De projectie is op het langzaam verkeer. En op het langzaam verkeer vallen de bromfietsers en de voetgangers. Als we merken aan de statistieken en de verkeersslachtoffers, dan merken wij dat onder de voetgangers en de bromfietsers enorm veel slachtoffers vallen. Vaak bij de basisscholen hebben we kleinere kinderen. Die zijn wat wispelturiger en het risico op ongevallen is groter. Dus we willen in elk geval bij de basisscholen zo als mogelijk de zebrapaden aanbrengen. Van oudsher worden er borden daar geplaatst om de mensen erop aan te duiden dat er hier gaat om een school in de omgeving en overstekende kinderen. Wordt er niet zoveel, wordt dat nu door de automobilisten, de bromfietsers, de fietsers genegeerd? Het gedrag is daar dat weggebruikers vaak de tekens negeren. Een zebrapad, dat geeft al aan dat daar een voetgangersoversteekplaats is geplaatst. En het moment dat een voetganger de behoefte heeft of aangeeft dat hij wil oversteken, dat de weggebruikers, met name de automobilisten, dan zullen moeten stoppen om de voetganger de gelegenheid te geven. Dat gebeurt vaak niet in het verkeer. Heer Wip, we merken de afgelopen periode toch wel zich een trend voordoen in Suriname en met name voor winkelzaken en voor woonhuizen, dat mensen gewoon palen slaan. Of gewoon blokken plaatsen, steenblokken of houtblokken plaatsen, zodat anderen daar niet kunnen keren of niet kunnen parkeren. Mag dat? Nee, dat mag niet zonder meer. De berm is geen eigendom van de particuliere eigenaar. De berm is eigendom van de overheid en wordt beheerd door de overheid. Elke particulier, ondernemer, die de behoefte heeft om iets op de berm te doen, dient toestemming te hebben van de overheid.
Vaak gebeurt dat niet. Wanneer wij dat constateren, ondernemen we wel actie. Maar we merken vaak wel dat mensen bewust ook de regels negeren. Omdat veel mensen wel weten dat die berm niet hun eigendom is. Maar mensen ontplooien daar activiteiten op de berm. Waardoor we ook verkeersonveilige situaties kunnen krijgen. Wat we vaak zien is dat mensen die berm afzetten. Omdat men niet wil dat mensen daar parkeren. Maar wanneer dezelfde personen stel een feestje hebben of bezoekers hebben. Dan gaan de bezoekers aan de overkant parkeren bij de buren. Waardoor je weer problemen krijgt tussen buren onderling. Dus ik wil de gemeenschap oproepen. Indien men de behoefte heeft om enige activiteit te ontplooien op de berm. Het zij het verraden van de berm, paaltjes plaatsen, wat dan ook. Dat u toestemming heeft van de overheid. U bent geen eigenaar van die openbare ruimte, dat is de overheid. Wanneer wordt er wel toestemming verleend dat ze dat wel mogen plaatsen? Nou, er vindt een beoordeling plaats. En wij doen een verkeerstechnische beoordeling. Omdat ook de verkeerswetgeving geeft een aantal zaken aan. De verkeerswetgeving, het rijbesluit, geeft aan dat je niet binnen 12 meter van een hoek mag stilstaan. Wat we vaak zien is dat de mensen parkeergelegenheden op een hoek creëren. Wat je ook weer verkeersonveilige situaties krijgt. Het in- en uitrijden nabij een kruispunt. Het zijn allemaal verkeersonveilige situaties die kunnen ontstaan. Dus wij doen een beoordeling. We gaan het verkeerstechnisch beoordelen. En wij geven de eisen en de richtlijnen aan. Ten behoeve van de verharding van de berm, de hoogte van het voetpad en dat soort zaken. En dan kunnen de mensen dan overgaan tot verharden, eventueel. Ja. Indien bij constatering van een overtreding, in hoeverre mogen jullie optreden? En wat doen jullie precies? Wat we doen is dat we de mensen vragen om alsnog die aanvraag in te dienen. En dat wij op basis van die aanvraag dan gaan bepalen van wat er moet gebeuren. Is die berm al aangelegd, dan gaat men dan eventueel die wijzigingen moeten aanbrengen. En dat op hun eigen kosten, omdat men zonder toestemming van die overheid heeft gehandeld. Dus dat is in feite de procedure van het ministerie. Hoe staat het met het project van de verkeerslichten, heer Wip? Ja, dat is een langdurig project geworden. Hoe kwam dat? Er moeten een aantal zaken nog gebeuren. De verkeerslichten zijn al in Suriname. De zaken zijn uitgewerkt. Er moeten nog wat voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden. En daar is even het wachten op. Er moeten masten geplaatst worden. Er moet een bekabeling getrokken worden ondergronds. Er moeten poren gestort worden om de masten te plaatsen. Dus dat moet toch, daar is even te wachten op. Ik hoop dat het dan niet zo lang meer zal duren. Dat we kunnen overgaan tot het installeren van de verkeerslichten. Waar komt er bijvoorbeeld? We hebben nu 5 locaties waar de nieuwe verkeerslichten komen. De Koesewijnenstraat Rustenwerk is een van de locaties. De Van de Hoogruisstraat Willem-Campagnestraat. De Zwarte Hoenberenstraat met de Sofie Redmondstraat. Kernkampweg Quattaweg Washingtonstraat. En de Ringweg Charlesburg. Ik wil ook meegeven, ik weet dat de gemeenschap ongeduldig wordt en de mensen zeggen ja, het is al heel vaak aangegeven en er gebeurt helemaal niets. We zitten ook een beetje krap met een aantal zaken. En wat wij aangeven is uitgewerkt wat de plannen zijn, alleen de uitvoering moet komen. En daar ligt het een beetje aan. Dus ik wil de gemeenschap mijn excuses aanbieden dat de zaken nog niet in place zijn, maar ik vraag nog even geduld. Dat wij de voorbereidende zaken nog kunnen afhandelen. Ja. Hoe zit het met dat stukje van vernieling van verkeersborden? Het is een enorme schadepost voor de overheid. We hebben enorm veel schade gevallen. Verkeersborden die worden aangereden. De veroorzaker die rijdt weg, die is niet bekend. Verkeerslichtmasten worden aangereden. Verkeersregelinstallatiekasten die worden aangereden. En het kost de overheid klauwen voor geld. Je moet nagaan dat er binnen de infrastructuur miljoenen US-dollars worden geïnvesteerd. En als op een hele makkelijke en simpele manier zaken kapot worden gemaakt, dan moet je nagaan dat het eigenlijk een kapitaalvernietiging is. We kijken naar mogelijkheden om dit soort zaken te voorkomen. We hebben een paar duizend verkeersborden in het veld staan. En je kunt niet overal tegelijk zijn. Dus we gaan proberen door middel van regelgeving, onze afdeling verkeer, doet ook voorstellen naar het ministerie van Justitie toe met betrekking tot invoering of wijziging van verkeerswetgeving. En we hebben een aantal zaken nu op papier die we ook zullen doorgeven aan het ministerie van Justitie. Wordt het verhaald op de veroorzakers? Waar de veroorzaker bekend is en waar wij een procesverbaal van de politie hebben of een schaderapport, dan proberen wij dat wel te verhalen. Dank u wel, heer Wip. Graag gedaan.
De arts Lisbeth Berggraaf is ernstig bezorgd over de toename van het aantal hart- en vaatziekten in Suriname. Berggraaf is ook voorzitter van de stichting Diabetes Educatie Suriname. Zij ondersteunt het initiatief van de Intermed Groep om een vaatprogramma op te starten en gedurende een jaar uit te voeren ten einde de bewustwording over hart- en vaatziekten op te voeren. Het vaatprogramma is vandaag officieel van start gegaan. We voeren u naar het vraaggesprek met de arts Lisbeth Berggraaf en van Intermed Groep, mevrouw Gwendoline de Brug. Dr. Berggraaf, straks 29 september wordt wereldwijd Wereldhartdag gevierd. Kunt u ons aangeven of hart- en vaatziekten in Suriname ook een groot probleem zijn? Ja, dat wil ik heel graag natuurlijk. Helaas verschillen we niet zoveel van de wereld. En ook in Suriname zijn hartvaatziekten de grootste doodsoorzaak. Dus er gaan heel veel mensen dood aan hart- en vaatziekten. En dat weten we. Mensen krijgen hartinfarctus, mensen krijgen beroertes, mensen hebben last van hun bloedvaten. Dat is een vrij bekend probleem in Suriname. Zeker als we kijken naar de grotere ziekenhuizen, de hartafdeling, de hartbewaking, de dialyse, de nierdialyse. Dat zijn ook allemaal zaken die te maken hebben met hart- en vaatziekten. Dat komt erg veel voor. En welke zijn de risicofactoren die leiden tot dergelijke ziekten? Ik denk dat een van de grootste risicofactoren is, dan is eigenlijk wat we noemen de hoge bloeddruk, suikerziekte, wat daar een gevolg van is soms. Mensen die roken, mensen met alcoholgebruik, mensen die een inactief leven hebben, dus een zittend beroep, niet sporten, eigenlijk de hele dag voor de televisie zitten of games spelen, dat soort dingen. Dat zijn de grootste oorzaken die leiden tot, belangrijk ding, overgewicht. En overgewicht leidt weer tot hart- en vaatziekten. Heeft u de indruk dat er voldoende voorlichting wordt gegeven hierover? Voorlichting is niet genoeg. Laat me het zo zeggen. Voorlichting is absoluut niet genoeg. Weet u, mensen zijn geïnteresseerd wanneer er iets gebeurt. Hè? Wanneer je in een crisis verkeert, dan zijn mensen geïnteresseerd. En op het moment dat het weer goed gaat, dan zijn ze het ook weer vergeten. Dat merken we. Mensen zijn ziek, ze hebben hoge bloeddruk, ze krijgen tabletjes. Nou, dan komen ze netjes op tijd, hoor, want dan zijn ze geschrokken. En zodra je zegt van, de bloeddruk is netjes geregeld. Oh, dan hoef ik geen tabletten meer te drinken. Hoor. Nee, het is goed geregeld met de tabletten. Oh, maar ik voel me goed. Dus ik dacht, ik hoef niet meer te komen. Mensen snappen niet dat als je eenmaal deze ziektes hebt, dat je een chronische ziekte hebt. En dat betekent de rest van je leven. Dus ook de rest van je leven moet je onder controle blijven. En dat is nog een stukje awareness, nog een stukje bewustwording die veel beter aangepakt moet worden. Nu moet ik natuurlijk toegeven hoor, bewustwording is niet zo'n makkelijk ding. Dat moet je meenemen in je systeem om daar iets mee te gaan doen. En ik denk dat we daar nog heel veel werk hebben. U bent ook voorzitter van de Diabetesvereniging. Ziet u daar, zeg maar, onder de diabetes, een toename van het aantal diabetes en als gevolg daarvan ook een toename van hart- en vaatziekten? Even een correctie hoor. We hebben inderdaad een diabetesvereniging. Dat is een patiëntenvereniging en daar ben ik niet de voorzitter van. Dat is dus een andere groep. Ik ben even de naam van de voorzitter kwijt, maar dat is dus een andere groep. Ik ben voorzitter van de Stichting Diabetes Educatie. Dat is een hele oude stichting die zich eigenlijk echt bezighoudt met awareness. Dat is dus geen patiëntenvereniging. En wij hebben ons eigenlijk een beetje druk gemaakt over inderdaad die groei van die diabetes. En uiteindelijk heeft dat gemond in een andere organisatie samen met het ministerie van Volksgezondheid, namelijk de One Stop Shop, waar we ons echt bezighouden met diabetes. En helaas, ook daar moeten we zeggen dat het schrikbarend toeneemt. En we maken ons ernstig zorgen daarom, want het is een chronische ziekte. Dus je hebt het je hele leven. Als je 30 bent, betekent het dat voor de rest van je leven je aan medicijnen zit, aan controle zit. En dat kost erg veel geld. We merken ook dat de consequenties van diabetes erg toeneemt.
Iedereen weet hoe de dialyses toenemen. Iedereen weet hoe de hartinfarcten toenemen. Iedereen weet hoe de amputaties toenemen. En dat zijn toch wel hele ernstige consequenties. En wij maken ons echt wel zorgen erom. En we proberen via de one-stop-shop hoe inderdaad ook wat meer op een andere manier, een geïntegreerde manier, dus we doen alles tegelijk, samen met de specialisten, proberen wij dus de patiënten eigenlijk te begeleiden voor de rest van hun leven. En we proberen daar ook wat te doen aan awareness. We hebben een jongere groep, want bewust zijn we het liefst hebben bij mensen die nog niet ziek zijn. Ja toch? Dus we proberen daar met de jongeren een beetje aan de slag te gaan, zodat zij zich gaan inleven van, ik moet gezond blijven, dat is mijn verantwoordelijkheid, ik mag niet ziek worden. Dus wat kan ik doen om te zorgen dat ik gezond blijf? Steeds jonger worden? Ja, omdat onze levensstijl natuurlijk een van de grote punten is die hiermee te maken hebben. Levensstijl is gewoon de manier waarop je leeft. En onze levensstijl wordt steeds slechter. Bijna weer zeggen mensen worden geboren met die auto onder hun bil. Want ze gaan naar de winkel en ze moeten met de auto. En als je niet voor de deur kan stoppen, dan rij je door naar die winkel waar je wel voor de deur kan stoppen. Suriname heeft een hele goede keuken. Helaas moeten we zeggen dat het niet de gezondste keuken is. Veel vet, veel zout. Dat zijn zaken die dus zorgen voor ongezonde leefstijlen. En mensen worden te dik, hoge bloeddruk, suiker enzovoort. Roken is een ander probleem. In Suriname houden mensen van een borrel, soms iets te veel van een borrel. En mensen houden van relaxen. Voor hun is relaxen echt een zittend beroep. Bij alles moet je even zitten. Terwijl je eigenlijk dingen anders kan doen. En dat zijn een beetje de zaken die te maken hebben met die levensstijl. Die ervoor zorgen dat we steeds jonger. Ik had vanmorgen inderdaad een gesprekje met een jonge moeder. En ik zei tegen haar, weet je, ik kijk soms met verbazing naar mijn ouders die een kind hebben. En voor de televisie zegt ze, ga maar televisie kijken. Ik kan me herinneren, vroeger was het zo, je mocht televisie kijken 7 uur en 8 uur ga je naar bed. Nu zit je om 10 uur 's morgens voor de televisie en die baby wordt gezet, want dan is die baby stil. Dan denk ik van, Ja, dan kweek je natuurlijk dat mensen een meer zittend leven gaan leiden. Zonder van, nee, ga naar buiten, ga lekker spelen, ga stoeien, ga andere dingen doen. En we moeten toch weer gaan nadenken over dit soort dingen. Zien we nog kinderen in de vakantie vliegeren? Zien we nog kinderen Jewel spelen? Zien we nog kinderen Jumbo Futu spelen? Ze weten niet eens wat het is. Als ik zeg, heb je een Xbox? Ja, dan hebben ze het. Of als ik vraag, heb je een iPad? Ja, hebben ze allemaal. Dus we moeten wel weer gaan nadenken over deze dingen. Dus als awareness, als bewustwording, toch hele belangrijke issues zijn voor het terugdringen van chronische ziektes. Want het begint wel met die inactiviteit. U zei eerder al van, er is een hele lange weg te gaan. Mm-hmm. Als je voorlichting geeft en de mensen zegt van, je moet gezonder gaan leven, je moet bijvoorbeeld meer bewegen, minder voor de televisie zitten. Op de een of andere manier blijkt dat bij de bevolking nog niet helemaal goed aan te slaan. Mm-hmm. Wat zou er, zeg maar, vanuit de overheid volgens u moeten gebeuren om dat stukje te stimuleren? Ja, het is een hele bekende vraag. Wat moet de overheid doen? Ik ben eigenlijk geneigd om te zeggen, als we op de overheid wachten, zeker in deze situatie, gaan we heel lang wachten. Er zijn dingen gebeurd waarvan je zegt, ja, dat ga je nu niet kunnen corrigeren. Als we kijken bijvoorbeeld gewoon naar ons wegennet. Ons wegennet stimuleert niet tot fietsen of lopen. Dat ga ik nu zo niet kunnen corrigeren. Dat gaat de overheid nu ook niet corrigeren. Dat betekent dat je een planning moet maken van, als ik een nieuw woongebied maak, moet ik dat woongebied maken met fietspaden, looppaden en een plek waar mensen kunnen sporten. Als ik wil zwemmen, moet ik rijden tot, ja toch, onderhoud van dingen als ze eenmaal gemaakt zijn. Ik kijk hier zo bijvoorbeeld prachtige sporthal. Net hier, maar het is helemaal vervallen. Wordt niet meer gebruikt.
onderhoud van dingen. En mensen zijn zelf verantwoordelijk ervoor. Uw gezondheid is uw verantwoording. Mijn gezondheid is mijn verantwoording. De overheid kan zorgen dat er een dokter is of kan zorgen dat er een ziekenhuis is als ik ziek ben. Maar ik moet ervoor zorgen dat ik niet ziek word en niet daar terechtkom. Dat is wat onze verantwoording is. Ik denk dat als we met z'n allen daarover nadenken en we beginnen op de lagere school, waarbij men muziek en sport heeft weggehaald ten faveur van rekenen en taal, dan denk ik dat we op de verkeerde manier bezig zijn. Kinderen rekenen beter en doen beter hun best als ze muziek hebben en kunnen sporten. Dus je zou ervoor moeten zorgen dat ze daar sporten. Zorg ervoor dat als je een school gaat bouwen, doe het in de buurt van een sporthal of een sportplek waardoor de mensen kunnen sporten. Dat is één. Zorg ervoor dat je groepen die er zijn in de samenleving, er zijn genoeg groepen, sociale verenigingen die je aanzet van jongens, zorg ervoor dat je één keer per maand een sportactiviteit organiseert. Hoeft de overheid niet te doen, dat kunnen mensen zelf doen. We kunnen in de vakantie met het gezin zelf iets organiseren om te sporten in plaats van gewoon thuis te blijven zitten. We kunnen onze kinderen weer leren om Joule te spelen. We kunnen ze weer leren om Jumbo Futu te spelen. We kunnen ze weer leren om te gaan zwemmen. Ja toch, wij kunnen zelf een aantal activiteiten organiseren waardoor we ervoor zorgen dat mensen weer gaan bewegen. En daar hoeven we niet altijd op de overheid te wachten. Misschien een lastige vraag, maar er zijn door het jaar heen bepaalde hoogtijdagen, zoals straks Wereldhaardag, Wereldnierendag, Wereldgezondheidsdag. Heeft u de indruk dat er nog te veel op die dagen wordt gefocust om rond die dagen activiteiten te ondernemen en voor de rest van het jaar dan niks gebeurt? Dat klopt. Men is erg gericht op die dag. Als die dag aanbreekt, dan rent iedereen die dag. En dan willen alle mensen iets doen voor hart. En wat about de rest van de dagen dan? Moet je dan niet voor je hart zorgen? Ik denk dat mensen veel meer moeten gaan samenwerken in dit land. Iedereen wil bij ieder klein ding zijn eigen ding doen. Dat kan niet. Laten we dat gezamenlijk gaan doen. En dan spreiden we het uit over het hele jaar. En we zitten samen in een commissie met de hartvereniging. En als het hun dag is, helpen wij mee voor hun dag. En als het nierendag is, dan helpen wij de nierstichting mee. En de nierdialyse mee om hun dag te organiseren. En als het werelddiabetesdag is, dan helpen zij ons om diabetesactiviteiten te ontplooien. Maar dan kunnen we gezamenlijk een heel jaar wel met dezelfde visie van welke het ook is, ze moeten allemaal meer gaan bewegen. Ze moeten allemaal gezonder gaan leven. We gaan diezelfde boodschap vertellen. Kunnen we het wel het hele jaar door doen? Samenwerken. Dat gebeurt nog niet voldoende. Veel te weinig. Absoluut veel te weinig. We moeten veel meer samenwerken. We houden van eigen koninkrijkjes. En ik denk dat ik nu mensen bijna boos maak, maar we houden echt heel veel van eigen koninkrijken in plaats van samen te werken. Vandaar dat wij als organisatie besloten hebben om het anders aan te pakken. We willen voor het heel jaar of door het heel jaar heen met wat activiteiten komen. En activiteiten bedoelen we onder andere bewegingsactiviteiten, voorlichtingsactiviteiten, educatieve programma's. En we willen ons vooral richten op de jongere groep. We hebben gemerkt dat er alleen maar zorgwekkende cijfers naar voren worden gebracht. En ook al schrikbarend, behalve dat de groep jonger wordt, maar het is steeds weer aan het stijgen. Vandaar dat wij ook als company, healthcare company, onder andere dat besluit hebben genomen ook hierin een bijdrage te leveren. Om deze cijfers, onder andere de cijfers, ook te helpen terugdringen. We gaan niet alleen rond de Wereldgezondheidsdagen activiteiten ontplooien. Maar we gaan ook in aanloop naar die dagen toe wat activiteiten hebben, bewegingsactiviteiten. We gaan veel meer ook met de jongeren bezig zijn. We gaan ook naar de scholen toe. We hebben ook het streven ook een tehuis of tehuizen aan te doen. We gaan ook op plekken staan waar drugs zijn bezocht. We gaan daar ook proberen met mobiele prikpunten te staan. In samenwerking met natuurlijk al die andere partners van ons bedrijf en ook externe bedrijven. De regering houdt tot en met zaterdag presentaties voor meer dan 30 maatschappelijke groepen. Er worden projecten gepresenteerd die moeten leiden tot herstel en groei van de economie.
Een aantal maatschappelijke groeperingen zijn reeds aan de beurt geweest. De gepresenteerde projecten moeten invulling geven aan het stabilisatie- en herstelplan van de regering Bouterse-Adien. De groepen die vandaag de presentaties hebben bijgewoond, spraken met de pers. We hebben twee keer eerder gesproken. Eén keer was toen waren we ontvangen na de verkiezingen, omdat we als burgerinitiatief gevraagd hadden om ontvangen te worden. We hebben toen als gewoonlijk gepleit voor meer participatie en accountability en transparency. We zijn inderdaad gaan praten of een uitnodiging voor een presentatie voor het VEB. Vandaag zijn we hier op uitnodiging. En ik wil van de gelegenheid gebruik maken om even dit te vertellen. Het is vandaag 15 september. Het is de Internationale Dag van de Democratie. En wij vonden dat een mooie gelegenheid om hier te zijn, omdat we graag willen highlighten de rol van civil society, de onmisbare rol van civil society in een democratie, maar ook voor ontwikkeling, sustainable development, wat het thema is voor dit jaar van de Internationale Dag van de Democratie. In het kort, we hebben denk ik een prettig gesprek gevoerd. We hebben presentaties gezien en gehoord. Ons commentaar, of ja, wat commentaar. Onze suggesties gaan richten zich vooral op de issues waar wij als burgerinitiatief ons sterk voor maken, namelijk een efficiëntere manier van gedachtenwisseling. Want het is natuurlijk niet erg efficiënt als je 5 dagen de meest druk bezette mensen van Suriname, die de grootste beslissingen moeten nemen, van hun werk onttrekt om apart elke keer met de groep te praten. Dus we hebben ook afgesproken dat we hebben direct afspraken gemaakt om samen van gedachten te wisselen, specifiek over op welke wijze kun je gestructureerder en slimmer en sneller en efficiënter gedachtenwisseling met civil society en andere groepen doen. We hebben vooral gekeken, of als burgerinitiatief hebben wij ons heel erg gefocust ook op de corruptiegevoeligheid van een heleboel van de onderwerpen en de maatregelen die zijn aangekondigd. Van de instituten die moeten worden opgezet, de wijze waarop de investeringen van de Islamic Bank zullen worden uitgezet en de projecten worden uitgevoerd. En we hebben ook aangeboden als burgerinitiatief dat wij met alle plezier de op te zetten instituten en procedures en programma's willen voorzien van commentaar met een corruptiepreventiebril. En dat we dus eigenlijk aanbieden dat we een corruptiepreventie, Raya, hoe noem je dat? Corruptiepreventiemanagement systeem opzetten voor al de plannen die men van plan is. Al de plannen die men in het verschiet heeft. En het allerlaatste waar we een afspraak over hebben, is dat we met de NVD en de mensen van de overheid gaan kijken naar hoe zij de communicatie met de bevolking, dus niet alleen met civil society, maar in het algemeen, hoe zij hun communicatie kunnen verbeteren. Omdat één vraagstuk is elke keer, informatie is te laat, informatie is onvoldoende, informatie komt niet wanneer het moet komen. Als we in een crisis zitten en we zijn geconfronteerd met zaken die zo'n enorme impact op ons leven hebben, dan moet je beter communiceren. Dus wij hebben aangeboden om daarover van gedachten te wisselen en dat is met beide handen aangegrepen. En tot slot, voordat ik het woord geef aan mijn collega, we hebben ook gevraagd om speciaal na te rekenen en aandacht te geven aan de effecten van alle maatregelen op vrouwen en kinderen en andere kwetsbare groepen. Omdat we horen te veel van de economische kant van de crisis en we horen te veel de oplossing in termen van de maatregelen die wordt genomen. De verhouding is scheef naar ons gevoel van hoe we geld gaan besteden
De verhouding van hoe er geld besteed gaat worden is scheef. Er wordt heel veel geïnvesteerd in infrastructuur. Heel en ontzettend weinig verhoudingsgewijs in de sociale sector. En wat ook nog een manco voor ons is, er moet nog veel meer gebeuren aan capacity development voor het uitvoeren van zulke enorme programma's. En jij had een opmerking over het geld dat we lenen en hoeveel dat is en hoe enzovoorts. Eline Granus was daar namens de Nationale Vrouwenbeweging. Eline. Ja, dankjewel. We zijn natuurlijk ook blij dat we door de overheid of door de regering zijn uitgenodigd. Omdat we van mening zijn dat communicatie heel erg belangrijk is. En dat je eigenlijk niet in monoloog kunt zijn. Want ik denk dus dat de overheid te veel in monoloog is. En hoewel ze probeert om de dialoog op gang te brengen, lukt dat nog niet goed. Maar ik ben blij dat Sharda heeft aangeboden om dat communicatieplatform beter gestalte te gaan geven. Maar we hebben in elk geval wat inzicht gekregen in wat deze regering van plan is. Ik moet wel opmerken dat ik denk dat die overheid de verkeerde volgorde hanteert. Om eerst geld te zoeken en dan plannen te gaan zoeken die ze moeten uitvoeren. Ik denk dat wanneer je een heel goed beleid in elkaar zet, dat het geld vanzelf wel komt. Maar je moet dus niet de omgekeerde weg gaan volgen. De zaken die naar voren zijn gebracht vandaag, heel veel van die zaken zijn mij niet vreemd. We hebben in de afgelopen decennia al heel vaak gesproken over investeringen, infrastructuur, investeringswet, etcetera, etcetera. En mijn vraag was natuurlijk, hoe denkt deze regering dat het deze keer wel zal lukken? Omdat de ideeën die er naar voren zijn gebracht eigenlijk geen nieuwe ideeën zijn. De plannen die er liggen, die zijn geen nieuwe plannen. De mensen die dat moeten uitvoeren zijn dezelfde mensen. Dus hoe zullen wij in staat zijn om het geld dat eigenlijk terugbetaald gaat moeten worden straks, hoe gaan wij dat omzetten in een stukje economische ontwikkeling van het land? Want dat is in feite de grote issue waar het om gaat. En Sharda heeft het ook aangehaald. Voor ons is natuurlijk belangrijk, hoe zullen de vrouwen en kinderen, en veelal is het zo dus dat het gaat om vrouwen, alleenstaande vrouwen met een groot gezin, hoe zullen zij deze periode, de komende periode, overleven? En ik denk dus dat de regering daar ontzettend veel aandacht aan zal moeten gaan besteden. Omdat inderdaad in de presentatie blijkt dat er heel veel infrastructuur wordt ingezet. Bijna 50% kun je zeggen aan infrastructuur. Terwijl in de sociale sector, in de zachte sector, er weinig geïnvesteerd wordt. En we zijn eigenlijk blij om te horen van die overheid dat dat een plan is. En dat er nog veranderingen in aangebracht kunnen en naar mijn mening moeten worden. Om op termijn, want deze regering denkt aan korte termijn, maar wat ik zo zie, dat is toch een middellange tot lange termijn oplossing. Want ontwikkeling breng je uiteindelijk niet binnen 2-3 jaar. Het zal een hele omslag van denken vergen en doen. Om in elk geval dat geld dat we nu gaan lenen, omdat we weten dat in het verleden heel veel ontwikkelingshulp is besteed in Suriname. En het heeft weinig opgeleverd. En het is nu wel belangrijk dat de input van de Islamic Development Bank wel resultaten oplevert. C47, ondervoorzitter Robbie Narendorp, is ernstig teleurgesteld in de handeling van EBS-directeur Rabin Permisser, waarbij hij knollen voor citroenen wilde verkopen aan de EBS-bond, de OWAS. Volgens Narendorp is deze handeling van de EBS-directeur niet te waarderen. Welke sein wordt er hiermee gegeven aan internationale maatschappijen in Suriname? We voeren u naar het vraaggesprek welke TBN Prime Alert had met C47 ondervoorzitter Robbie Narendorp. Dat men enorm teleurgesteld is in de directeur van
EBS ook. Want die heeft nog geprobeerd om in hetgeen bereikt was met de president tijdens de besprekingen, heeft hij nog iets anders ingestopt in wat getekend zou moeten worden. En toen de deur dat is gaan lezen, heeft hij gemerkt dat dat helemaal niet was overeengekomen. Is men nu erg ver gaan bezig? Inderdaad, is heel, heel ver, want wanneer je onderhandelt, moet er een stukje vertrouwen zijn. En als dat wegvalt, dan zal dat de onderhandelingen beïnvloeden. Het komt voor dat partijen bij onderhandelingen een bepaald akkoord hebben bereikt. Voordat onderhandelingen, het akkoord wordt getekend, wordt er al uitvoering gegeven. Maar dat draait op een basis van vertrouwen. Je brieft een werkgever. Wanneer je dat stuk brengt om te tekenen, je hebt werkgevers die overeenkomst brengen voor de bond, het bondsbestuur om te tekenen. Je kan tekenblind, bij wijze van praten. Omdat je vertrouwt erop dat wat wij overeen zijn gekomen, daarin is opgenomen. En dat je geen foefje. Ja, je leest hem. Voor alle duidelijkheid, je leest hem. Het kan zijn dat er taalfout, het kan zijn dus dat er andere dingen anders zijn geformuleerd. Maar je verwacht niet eigenlijk dat die werkgever een foefje, zo moet ik dat noemen, een foefje wil nemen. Dat gaat het vertrouwen schade. Ja? Dus ik heb dat nog niet gelezen, maar als dat het geval is, is te betreuren. Wat wordt zwaardig ook. Wat wordt in het schrijven dan aan de president gevraagd? Om in elk geval, zoals dat schrijven is gericht, dat toch wel terug te nemen. Omdat we dus... We kunnen dat niet accepteren zo. Ja, als er sprake is van arbeidsverhoudingen. We hebben ook verhoudingen met dus de overheid. Ja. Dus als er sprake is van arbeidsverhoudingen, goede arbeidsverhoudingen. Dat je zulke termen, zulke formuleringen. Ja, niet hanteert, omdat dat kan nagevolgen hebben voor de toekomst. Vragen om. Het kan zijn dat men in mij. Ik hoorde mensen hun boosheid. Maar wie staat er bron? Zodra je op papier zet, moet dat verteerbaar zijn. Moet dat geen bedreiging. Niemand moet zich bedreigd voelen. We zijn in een democratische rechtsstaat. We bedreigen niet. Als we actie moeten voeren, voeren we actie. Ja, geoorloofde acties, acties die verankerd zijn. Ja, we gaan niet daar buiten. En indien je een maatregel wil treffen of je wil schrijven, mag je. Maar laten we ons houden aan de rechtsregel. Maar laten we geen mensen, laten we geen groepen, geen mensen bedreigen of bedreigd voelen. Ja, dat is niet bevorderlijk. Voor een goede samenwerking in de toekomst. Want we gaan altijd samen moeten werken. Maar als vakbeweging en financiële bedreiging, omdat je in een bepaalde positie verkeert, ja, dan is dat ernstig genoeg. Is dat ernstig genoeg? We wensen niet bedreigd te worden. We hebben de jaren 80 al gekend. En we hebben gezien welke nare ervaring dat heeft gehad. Dus
we gaan schrijven en als dat niet, als men niet gevoelig is, dan zullen we verder stappen moeten ondernemen. Het arrestatieteam heeft de 18-jarige Svenso V. alias Sonde aangehouden. Hij wordt ervan verdacht in juni samen met zijn compaan Milton S. een inbraak te hebben gepleegd in een bar-restaurant op de hoek van de Sommelsdijk en de Kleine Waterstraat. Bij de inbraak zijn er goederen en een geldsbedrag gestolen. Zijn compaan Milton S. is op 9 september van dit jaar eveneens door het arrestatieteam aangehouden. Na de aanhouding is Svenso V. overgedragen aan de afdeling kapitale delicten die deze zaak in onderzoek heeft, deelt de politie Public Relations. Vandaag is de vierde, tevens de laatste dag van de vakantieactiviteiten voor wat de jarige NPS aangaat. We praten hierover met de heer Irshad Fateh Mohammed. Hij is hoofdbestuurslid, tevens tweede secretaris. Heer Irshad, terugblikkend op de vier dagen van activiteiten voor de jeugd van Suriname. Wat zegt u? Nou, ik mag niet klagen. We zijn zeer tevreden met de opkomst. Jullie hebben welke buurten de afgelopen vier dagen bezig gehouden? Oké, wij hebben tijdens de laatst gehouden algemene verkiezingen hebben wij dus een indeling gemaakt voor Paramaribo. Dat geldt dus echt binnen de NPS, hadden wij dat ten tijde van de verkiezingen gedaan. En de regio's, om ze zo te noemen, waren Paramaribo Noord, Paramaribo Centrum, Paramaribo Zuid en Paramaribo West. Wij hebben dus dezelfde indeling aangehouden om deze activiteiten dus te houden voor die kinderen. Misschien kan ik dit erbij vertellen. Paramaribo Noord, dat waren dus Blauwgrond, Rainville, Munder. Paramaribo West, daar praten we over welgelegen weg naar Zee Tamenga. Paramaribo Zuid, daar hebben we Pont Buiten Livorno, Latour. En even kijken, dat komt nu even niet in me op, maar Paramaribo Centrum, daar rekenen we dus, of hebben we de rekening gehouden met Centrum op zichzelf, inclusief Beekhuizen. En dan, waarom deze activiteiten? Is dat per se in het kader van de vakantie en de verjaardag van de partij? Nou, we hebben het even strikt gescheiden gehouden. Wij hebben in verband met 70 jaar NPS hebben wij dus andere activiteiten. Maar we hebben deze vier dagen echt in verband met de vakantie hebben we het voor de kinderen georganiseerd. We gingen ervan uit dat vanwege de huidige situatie in het land vele ouders misschien niet in staat zullen zijn om hun kinderen dus een gezellige dag te geven. Dus wij als organisatie, wij als politieke partij hebben dus dan ervoor gekozen, ervoor gezorgd dat in elk geval op onze manier, op deze manier dus, de kinderen een beetje tegemoet kan worden gekomen door ze een gezellige dag te geven. En wat wijst de evaluatie uit? Nou, ik moet zeggen dat wij hier praten over niet alleen maar NPS'ers. We hebben het in het verleden gezegd, we zeggen het nog steeds, die poort daar staat open voor ieder. En dat geldt dus natuurlijk ook bij de kinderen. We hebben niet gekeken naar de politieke kleur, dat telt op dit moment gewoonweg niet. Wij allemaal zijn Surinamers en wij hebben ook al zodanig gemobiliseerd om de ouders ook duidelijk te maken dat het SEC gaat om activiteiten in verband met de vakantie en dat elk kind van harte welkom is. Wat hoopt u dat de kinderen dan geleerd hebben uit deze activiteiten? Nou, ik moet zeggen dat spelen een van de kinderrechten, of tot de kinderrechten behoort. En dat heeft u misschien zelf ook gezien, dat onze begeleiders, de meeste van ze zijn leerkracht van beroep, dat zij dus die kinderen op een educatieve wijze bezig hebben gehouden. En het belangrijkste dat ik denk dat zij mee hebben genomen, is dat je samen veel sterker staat. Dat je samen veel grotere sprongen vooruit kan maken. Ja. Bij organiseren komen er kosten bij kijken. Hoe is dit project gedragen? Nou, laat me zeggen dat in elk geval de participanten, de deelnemers, geen koperen cent hoefden te betalen. De organisatie op zichzelf heeft opgedraaid voor alle kosten. En kreeg dit navolging? Nou, gezien het feit, wij mogen concluderen dat dit dus een heel geslaagd project is geweest.
dan weet ik u met, laat me zeggen, laat me niet op 100 houden, maar laat me zeggen voor 99,9% weten wij zeker dat we dit volgend jaar zeker weer organiseren. Wat is jouw naam? Marian. Laritza. Genti. Colita. Wat heb je vandaag hier gedaan? Ik heb gedansen. Er waren alle aantal activiteiten. Ik ben die sprekers gegaan. Ik ben er gaan in schommel. Zoveel activiteiten. We hebben gegeten. En wat heb je gegeten? Bruine bonen. Was het lekker? Ja. Wat heb jij gedaan? Ik heb gespeeld. Ik had gekeken hoe ze gingen dansen. En ik heb ook gegeten. Ja. Wat heb jij gedaan? Ik ga dansen en ga spelen, maar hier is echt leuk hoor. Maar ik wil wel weer hier zo komen. Ja. Wat heb jij gedaan? Ik ga spelen, ik ga dansen en ik ga kijken hoe ze gingen dansen. Ja. En wat heb jij gedaan? En wat heb jij tot nu toe gedaan in de vakantie? Zo. Ik kan u echt niet zeggen hoor, mijn moeder is overleden. Ze is al een jaar. 29 augustus is ze overleden, is op een maandag. Ze overleden is ze begraven. Ze begraven. Daarna gaan de familie me komen halen, dus het is echt prettig. Het is wel leuk in de vakantie. Ja. Bij wie blijf je dan nu? Mijn oma in Overkant. Ja, en vind je het leuk bij je oma? Ja. Ja. En mis je je mama af en toe? Nee. Je mist je mama niet? Het is niet mijn echte mama, het is mijn peetmoeder. En waar is je echte mama? Ze is thuis. En jij, wat heb jij tot nu toe gedaan in de vakantie? Ik was naar kamp gegaan, het was leuk. En ik ging spelen en ik was bij mijn tante. Wat heb jij tot nu toe gedaan in de vakantie? Ik ben uitgegaan met mijn moeder en mijn vader. Met mijn nicht en ik ging thuis spelen. Ja. En jij? Ik ben gaan zwemmen en ik ben met mijn tante uitgegaan en ik heb gezellig thuis gespeeld. Ja. Vind je het erg dat de school straks weer begint over 2 weken? Ik kan echt niet van de school hoor, want je vrouw. Moet je zoveel dingen doen, dan moet je deze schrift pakken, dan moet je dit doen, dan moet je dat doen. Ik ben er echt niet voor dit schooljaar hoor. Maar het is toch altijd goed om je lessen, maar het is toch altijd goed om naar school te gaan? Ja, je kan. Je kan iets worden in de maatschappij toch? Ja. En jij, vind je het leuk dat je straks weer naar school moet? Ja. Ja, wel. Goed kindje, vanaf het begin, helemaal van buiten en van binnenin. Het is zo'n geven en alle verdriet, maar kijk eens de dingen die je alle niet ziet. En weet je wat zij mooi is, bij Jezus voel je je vrij. Je hebt iets om jezelf te zijn, want hij houdt van jou. Want hij houdt van jou en mij.